Hier naartoe gebeamd, want ik hoor dat het hier de place to be is. Het feest heet Space is the Place. Dus we gaan eens even kijken hoe Space het hier wel niet is. Want ik ben heel wat gewend op dat gebied. Ik weet dat je DJ Swendex bent. En je bent de frontman van Supernatural, de organisatie. Maar wat gaat hier nou gebeuren? Vanavond is een soort mini-festival in de afwachting van ons tweede zomerfestival. Een lange avond, 9 uur lang. Wat begint met de jazz van Phil Horneman en via een live concert van Roy Ayers. En ikzelf en Casey de Vonkoholic belanden we later in de nacht bij Super Discount uit Frankrijk. I'm sitting here with Roy Ayers. He is the big man tonight, all the way from New York City. How was your flight? It was a great flight, and it's really a pleasure to be here in Amsterdam and to see so many of my friends and fans. Yeah, you have a big fan. One big fan is standing on the stage right now. Yeah. Phil Horneman. Yeah, it's a very nice DJ. Oh. Yeah, doing a good job. Okay. Yeah. Mooie muziek. Echt een held. Absoluut een held. En hoe moet ik dat zien? Draai jij ook zijn platen? Ik draai, ja, absoluut. Zo vaak mogelijk. Vanavond niet, omdat hij zelf live optreedt. Ja. Maar normaal gesproken draai ik altijd zijn platen. Ja. Kijk, dit is de eerste keer dat je hem ziet? Ja. Okay, ik heb hem ook net de hand geschud. Yeah! Give people a trip. You can get people on a trip with your voice. Can you also take people to space with your voice? Oh yeah, this is it's become something that's a regular thing for me. So and it seems like people respond to my voice and just to react. It kind of keeps the music going and keeps it generates a lot of good feelings for everybody. I love it when the audience gets involved. Give us on the stage later on. I'm going to give you good music, good spirit, good spiritual music. Make everybody just feel good and groove. I love it when people start moving and getting into the music. I get off. A lot of musicians and performers, they don't get off. I get off when I see the people reacting to the music. It makes me feel super. Utrechtse organisatie. En in Amsterdam, jullie hebben Arena gehad. Nog een aantal locaties, maar voordat het echt van de grond kwam, dat duurde een tijdje. Hoe kwam dat, denk je? Het heeft inderdaad eventjes geduurd voordat het in Amsterdam en nationaal gezien zeg maar van de grond kwam. Maar in Utrecht, onze thuisstad, is het eigenlijk vanaf dag 1 altijd een succes geweest. Dus dat het even duurde voordat het van de grond kwam, ja. Nationaal gezien wel, maar bij de thuisbasis zeker niet. Ik denk dat het een vrij moeilijk te plaatsen evenement en organisatie is, juist omdat het zo breed gaat. Lou, wat vind je zo leuk aan Supernatural? De variatie aan muziek. Ik bedoel, het is vaak heel eenzijdig wat de parties aanbieden en hun hebben veel variatie, vrolijk. Er komen leuke, blije mensen op af. Ik ben vorig jaar op het festival geweest, er was heel veel kleur. Je zag het gelijk toen je binnenkwam, weet je wel. Mensen komen om er iets leuks van te maken. Ik vind de muziek leuk, ik vind de vormgeving leuk, de beelden. Wat vinden jullie zo space aan Supernatural? De live muziek. Ja? Ja. Kom je nu voor een bepaalde artiest?
Nee, ik kom niet voor een betaald artiest, meer voor de sfeer. Nou, ik hoorde een tijd geleden dat Supernatural in de gashouder terecht zou komen. En ik moet zeggen, ik ben al vaker naar hun feest geweest. Altijd op andere plekken. Maar de gashouder heeft heel erg eigen karakter. Dus ik was benieuwd of het hier ook goed zou uitpakken. En het blijkt een succes te zijn. Want ik zie de tent helemaal vol lopen en het wordt heel erg gezellig. Okay. Filmloopjes te gebruiken en dat te mixen, schrijf ik mijn eigen software om animaties te maken. Je kan het een beetje vergelijken met mensen die games maken, 3D-werelden, dat soort dingen. Ik programmeer ook mijn eigen animaties, en, zodat ik kan scratchen met het beeld en interactief het toetsenbord als soort visueel piano kan spelen om animaties te beïnvloeden. Vind ik het leuk met computers werken, dat ik gewoon al die tijd af en toe dingen tegenkom, dat ik iets gemaakt heb, soms bij toeval of bij een bug, maar dat ik echt naar het scherm zit kijken van, wat is dit? Dit heb ik nog nooit gezien! Wauw, hier gebeurt iets, wat is dit? En dat vind ik leuk, toch met die computers programmeren en klooien, dat je af en toe toch vernieuwende beelden kan maken. Ja, 13-14 was in de jaren 80, toen ontdekte ik de homecomputer en ik vond het leukste eigenlijk om sprites voor games te maken. Wat zijn sprites? Ja, sprites zijn eigenlijk die kleine poppetjes die echt met de pixels zijn getekend van games. Ik dacht van, ja, ik wil games gaan maken en sprites voor games maken. En, niemand kon programmeren in mijn buurt. Toen ben ik het zelf gaan leren. En, eerst in Basic en op een gegeven moment echt in machinetaal gaan kaart zitten coderen. En om toch maar die graphics op het scherm te toveren. En sinds die tijd zijn voor mij computer graphics en programmeren toch met elkaar verbonden geraakt. In 1993 woonde ik in Londen en ik liep stage bij een virtual reality bedrijf. Om animaties ook te maken en ook een beetje programmeren. Daar kwam ik iemand tegen die 's avonds zijn 3D-animaties renderde. Dus via hem kwam ik ook in mijn huis te wonen met stel hackers en zo. En hij maakte animaties op de PC, ik op de Amiga. En dat werkte op een of andere manier heel mooi samen, ook met de videomixer, gelaagd mijn animaties, zijn animaties. En zodoende ben ik in 93 voor het eerst gaan VJ in de Rocket in Londen. Nou, mijn werk wordt vrij abstract. Is vrij abstract. En ik vind het ook wel fijn. Muziek is ook vrij abstract. En als jij bijvoorbeeld een blauw konijntje laat dansen, dan vindt iedereen dat wel te gek. Maar het is gelijk al een associatie met een verhaal. En terwijl juist de meest simpele abstracte animaties, die werken altijd heel goed. Feesten met muziek en qua snelheid. Ik heb een tijdje terug geprobeerd animaties te maken van hoe snel kan ik gaan. Net als vroeger, op een gegeven moment mensen op 200 beats per minute zaten te werken met muziek. Dan heb ik echt zoiets van, nee, ik haal de 1400 frames per second. Of dat is voor mij toch ook een soort experimentele drift om te kijken van hey, hoe ver kan ik gaan met die animaties. Een truc van mij is gewoon dat ik de animaties altijd drie keer sneller maak dan het geluid. Daardoor
klopt het altijd qua beweging en timing. Ik sample mijn code vaak. Dus kijk, het is met programmeer zo. Als je iets één keer geprogrammeerd hebt, dan de volgende keer als je iets... Ja, je ontwikkelt eigenlijk je eigen gereedschap. Van een bankschroef tot een hamer, tot een doos met spijkers. En, met computers is meer zo'n camerabeweging. En, ja. Dus dingen die ik voor 10 jaar geleden of 15 jaar geleden heb geschreven, die kan ik nou 1 op 1, als een soort Lego blokjes, kan ik het weer aan elkaar plakken. Vorig jaar Vigeology gewonnen in P60. En toen mocht ik op de afterparty van Kraftwerk VJ'en en ik ga daar binnenkort een workshop houden. Thank you.
every facet, every department of your mind is to be programmed by you. And unless you assume your rightful responsibility and begin to program your own mind, the world will program it for you. Of your mind is to be programmed by you. And unless you assume your rightful responsibility and begin to program your own mind, the world will program it for you. Jij bent op zoek naar een man? Ja. Vertel eens, wat voor man zoek jij? Nou, niet al te harig. En tussen de 25 en 40. Ik val op lang, klein, nee, lang. Wat voor mannen val jij? Dat willen een aantal mannen hier in de buurt graag weten. Oké, ik val meestal op donkere mannen. Donkere mannen? Alweer donkere mannen. We hebben een heleboel leuke, vrijgezelle vrouwen gesproken. Ja. Onder andere Lady Ida en Miss Bunty. Als een vrouw nou toch zeg maar tot jou door wil dringen, wat moet zij in huis hebben? Oei, wat moeten ze in huis hebben? Hebben ze een huis? Nou, hij moet niet stinken. Ik heb geen vaste kleurschema's of formaatschema's. Waar... Donkere mannen met een jurk. En ja, wat ze eronder hebben, dat moeten ze vooral geheim houden. Jij zoekt dus een barklant. Een vrouw die niet vies is van een biertje. Precies. En die mijn geld in mijn bar uitgeeft. Moet wel rijk in fantasie zijn, dat wel. Ja, ik wil graag een propere mannetje.
Maar ja, daar hou ik ook weer niet van. Het moet een lekkere gozer zijn, die weet wat hij wilt. En wat is jouw sterrenbeeld? Ik ben een ram. Wow, een ram. Oké, dus jij zoekt donkere rammen. Juist, precies. Heel goed. Kreeften zijn gevoelige mannen, die moeten we hebben. Wat is je sterrenbeeld? Weegschaal. Weegschaal, ja, dat werd dus ook niet gezocht. We zochten vissen of rammen. Ja, verdomme. Is er iets, zoek jij toevallig een ramvrouw? Even kijken, zijn dat paarden? Of hoe heet dat? Er moet wel iemand zijn die niet een beetje saai is. Ik wil een beetje een sprankelende persoonlijkheid. Ik word steeds veel eisender, hè? Ik ben kieskeurig, maar tot bepaalde hoogte natuurlijk. Als het maar mooi van binnen is, zeg maar. Ja, dat ben ik de laatste jaren heel erg belangrijk gaan vinden. Voor de rest nog voorkeur bepaalde uiterlijke kenmerken, innerlijke schoonheid, uiterlijke schoonheid, whatever. Uiterlijke schoonheid. Oké, wat is voor jou uiterlijke schoonheid? Nou, grote tieten. Ik ben nogal beschikbaar, ja. Vaak heb je blauwe ogen, witte, blond haar en grote borsten. Dat zijn vaak de kenmerken. Alweer dan, grote borsten dus. Ik zoek een date. Ik zoek een date. Ja, dan ben je hier echt verkeerd. Dit is allemaal. Je moet ook met niemand omgaan hier. Dat is echt te erg. Hou je van pijn? Ik val niet op vrouwen. En ook niet op jou, sorry. Maar drank gaat in de eerste plaats en vrouwen in de tweede plaats. Ja, sorry. Moet ik een tip geven? Ja, doe maar. Ja, dat is dus gewoon heel veel onzin. En je gewoon er helemaal op storten. Gewoon erin gaan. En dan komt het wel goed. Schrik niet, maar ik ben op zoek naar een date. Ja, daar ga ik voor. Ja, ik durf je niet mee te nemen naar mijn huis, want het is zo'n tyfuszooi. Ik weet niet, lekker eten, uitgaan, in Amsterdam. Toch mijn huis dan? Wat zijn je hobby's? Mijn hobby's is een hele, het is een beetje een geheime hobby, doe ik alleen thuis. Ik spaar beenwarmers. Ik hou van koken, van naar de film gaan, lange wandelen of romantische wandelingen. Niet. Wat zijn je hobby's? Ik slik even iets in. Darten en snooker en dammen, al die mannensporten, weet je. Automatisch zeggen pijpen ben lekker. Nog andere dingen? Weet je wat, ik hou van hobby's. Zet je vragen even op een rijtje, dan kom ik later terug. Waar ben jij dan op zoek om in de nacht te doen? Nou, ik doe s'nachts, dat is ook weer geheim, hè. Ik doe natuurlijk heel veel duistere dingen en dan, ik duik veel in de nacht. Ik heb ook weer zwart aangekleed en dan ben ik een beetje camouflage. Succes, geld en kicks. Wat zoek je in de nacht? Gewoon een ergens waar ik kan gewoon drang halen, want overal is dicht. Ik hou niet van de hele muziek en de hele toestand, ik wil alleen maar drank. Jouw vriendin? Wil jij mijn vriendin zijn? Bas. ¡Dice la gorda que no!
Vandal is de hardstrokkende band die ik ooit gehoord heb. Voor mij als DJ, ik doe een hoop house dingen natuurlijk. Maar dit is een mooie, hoe zeg je dat, een dwaalspoor in een andere muziekrichting. En ik ben er zo enthousiast over. Dus ik verzorg de elektronica en de drums. Die komen gewoon uit de computers en dat ben ik die het programmeert. En dan hebben we voor de rest nog Sanne, die zingt. En haar zus Femke, die speelt bas. En ja, die zorgt live voor de live gitaarfeel, zeg maar zeggen. Gewoon 9 april, Pakhuis Wilhelmina. Bij Leftfield, oh yeah!